Dit jaar gaat de prijs naar bakkerij Kees van Dongen. Van Dongen's worstenbroodje was de beste van 11 finalisten. En het niveau was hoog dit jaar. Je komt namelijk als bakker niet zomaar in de finale. We letten op een aantal zaken. Met name dus het uiterlijk van het worstenbroodje. Want zo kijkt de consument ook. We kijken hoe dat de vulling is van het product. Hoe dat de gehaktsamenstelling is en hoe dat de broodsamenstelling is. Maar de totale beet van het worstenbroodje, daar gaat het om. De winnaar van vorig jaar weet wat er in een goed worstenbroodje gaat. Ger Lichtaart uit Made stond al 10 keer in de finale. Maar het perfecte worstenbroodje heeft hij nog steeds niet gebakken. Nee, dat verbetert toch nog ieder jaar. Zelfs vorig jaar heb ik gewonnen en heb toch nog iets aangescherpt. En de werkwijze heb ik wat veranderd. Dit jaar kwam de winnaar opnieuw uit Made. En opnieuw kwam het vlees van slager Havermans. Volgens de winnaar is dat dé sleutel tot succes. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Ja, verse spullen, kwaliteit en veel oefenen. We hebben echt lang bezig geweest met de smaak, het broodje en het gehakt. Ja. Kees van Dongen won de wedstrijd al 2 keer eerder, dus hij weet dat er drukke tijden aankomen. Dat is goed, dus wel, ja. Ja. Dat weten we uit ervaring. De vorige keren was het ook gelijk aanpakken. Ja. Morgen staan ze met de benen buiten bij u. Nou, het moet eerst een beetje op gang komen, maar de komende weken dan krijgen we het wel heel druk. Ja. Maar ja, daar doen we het voor.